alsof alles gewoon veel gevoeliger binnenkomt of zo. Het zou op zich wel kunnen, hè, met hormonen. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. En op woensdag beginnen we de dag met een... Hey, hier is Jola. Nou, eigenlijk zijn we de dag al een beetje begonnen, want we hebben al ontbeten, maar... Kom maar op. Mooi. Dus we hebben net ontbeten en we gaan nu de Q&A opnemen. Even kijken waar we een beetje rustig kunnen zitten. We hebben super veel vragen van jullie gekregen. En daar hebben we er een stuk of 20 uitgekozen. En die gaan we nu beantwoorden. Oeh, vanavond in die disco is Mac Albert. Ja, zullen we er staan? Ja, kunnen we doen. Okay. Dit is trouwens het campingprogramma, jongens. Niet dat we ooit ergens aan meedoen. Het is een vermoeiende dag voor mij. Het is namelijk rete heet en ik heb heel erg last van mijn hormonen. Ja, en een klein lachje van Bart erachteraan. Dat was wel duidelijk, ja. Wauw, ik irriteer me echt aan alles. Aan de trein die voorbij rijdt. Het is net of al mijn frustraties opgekropt nee, zijn. Nee, alsof alles gewoon veel gevoeliger binnenkomt of zo. Het zou op zich wel kunnen, hè, met hormonen. Die hebben nogal een invloed op je gedrag en je gevoel. Alleen al gewoon die geuren die uit hem komen, kan ik niet vragen, echt niet. Ja. Maar ja, ik moet nu echt proberen om weer een Sorry beetje... dat ik een man ben met zweet op woest. Nee, maar ik moet wel echt voor mezelf ook proberen om nu weer even back in de vrolijkheid te gaan. Dus we gaan Zeker. Nu lekker even naar het zwembad met Jola. Als ze even zo een lang boekje lezen. Heeft, is helemaal happy. Ja, ze wil heel graag naar het zwembad. Hier lach ik altijd, ik lach altijd van achter. Ja, waar? Achter lach ik altijd met vrienden, vriendinnen. Gewoon naar vriendinnen, ja. Ik was toen van mijn zesde tot mijn, weet ik veel wat, of nee, van mijn tiende tot mijn 24ste lag ik hier altijd. Een beetje te hangen. Een beetje op een gegeven moment met een MP3 speler erbij. MP3 speler. En wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd? Somebody lost this. Heel goed. Was iemand hem kwijt of heb je hem aan iemand gegeven die had Nee, ze heeft hem op het tafeltje gelegd. Oh. Nou, als het meisje dan komt halen, dan is hij er nog. Ja. Ik ga het ook. Yes. I don't know why you're stressing, but I know that you will find it out in time. To be alone is depressing, and you're hurting, I can see it in your eyes. Vandaag wordt wat later dan normaal hervat, want ik was een beetje lekker aan het editen en aan het mixen vandaag. Maar we gaan nu naar de... Vogelshow! Vogelshow! Hey! Joe, we waren onderweg, weten jullie nog? Kom! Wel een heel lekker stuk kaas, maar ik weet niet of deze kaas mag. Waarom niet? Was toch iets met... Geitenkaas is het gewoon, hè? We'll be right back.
Mijn god. Dat was de show. En wat vonden jullie van de show eigenlijk? Heel moe, hè? Ja. Ja. Oh. Nee. Ik ga alvast wel rustig zeggen. Want ik loop nu naar de tent alweer. Het was niet echt een topdag vandaag. Beetje last van mijn humeur. Nogal behoorlijk last van mijn humeur. Dus ik hoop dat het morgen beter is. In ieder geval wel. Bedankt voor het kijken voor vandaag. En wat rolt hier achter mij? En tot morgen maar weer. Hopelijk een betere, leukere dag. Betreft mijn humeur. Tot morgen! Morgen.